Mijn naam is Ot Wachter. Ik ben wethouder volksgezondheid, jeugd en WMO van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk is een plaats van 40.000 inwoners in de Eimond. En ja, als je aan mij de vraag zou stellen van op welke wijze zou de regionale sociale agenda van de provincie een bijdrage kunnen leveren aan, aan het steuntje in de rug voor de mensen die het nodig hebben, dan zou mijn kernwoord zijn: wees alsjeblieft dat laboratorium. Wees het instituut die experimenten doet. Wees het instituut die, laat zeggen, know-how en research verzamelt en doet om de gemeentes te ondersteunen in beleid maken. De provincie moet een beetje wegblijven uit de uitvoering. Dat moet je aan de gemeentes overlaten. Ik zeg wel eens, je moet met de handen in het gehakt hebben gezeten om te weten hoe de ballen gedraaid worden. Nou, de gemeenten zitten met de handen in het gehakt. Die draaien de ballen. Laat de provincie aan degene zijn die de samenstelling van het gehakt bekijkt, daarmee omgaat en hoe je dat moet maken. Daar moet de provincie sterk in. Dat research instituut, dat laboratorium zijn van de sociaal domeintransities die we nu gaan krijgen. Dat zou mijn antwoord op die vraag zijn.